Giovanni, nog voordat dit seizoen ten einde is, blijkt Feyenoord alweer te kunnen rekenen op 25.000 seizoenskaarthouders. De steun daarvan op in uh, volgend seizoen. Die rekenen dus weer op een mooi seizoen uh, wat volgt. Uh, dat is alleen maar mooi voor jou, denk ik, als trainer om dat te horen. Zeker mooi. natuurlijk wel goed om te horen dat er al zoveel seizoenkaarten uh, zijn verkocht voor volgend jaar. Daar spreekt vertrouwen uit en, en steun vanuit het legioen, wat, uh, wat voor ons heel belangrijk is. Ja, Hoe belangrijk zijn zij? Want er resteren nog twee thuiswedstrijden. Da zij spelen altijd een cruciale rol, hè? Ja, tuurlijk. Kijk, we, we zijn, uh, thuis zijn we, zijn we sterk. Uh, met name ook uh, door de steun van het Legioen. Door het spelen in je eigen stadion. en Dat, ja, dat voel je het moment dat je op het veld stapt. Uh, niet alleen de spelers, maar dat voel ik ook als trainer. Dat je gesteund wordt door een heel trouw en, en fantastisch publiek. En niet alleen de supporters zijn ook al bezig met volgend seizoen. Ook technisch directeur Martin van Geel. Deze week verlengden Bilal en Rick Karst op hun contract. Dat moet jou ook goed doen dat die jongens langer bij de club zijn. Zeker, zeker. Het is natuurlijk belangrijk dat je je selectie bijeenhoudt. En, en daar spreekt ook vertrouwen vanuit de spelers dat ze bijtekenen. Dat ze nog graag voor Feyenoord willen blijven spelen en zich hier zullen moeten blijven ontwikkelen. En daar, dat is een heel goed signaal. Het verschil met achtervolger Ajax is inmiddels gekrompen tot één punt. Het lijken ongekend spannende weken te worden. Hoe ga jij daarmee om? Uh, ja, gewoon zoals normaal. Het is natuurlijk een situatie waarbij de druk toeneemt. Wat normaal is als je, als je einde van het seizoen meestrijdt om het kampioenschap. En je staat er natuurlijk heel goed voor. Dat betekent ook dat de druk toeneemt. Maar dat, die druk voel je altijd als je meedoet in de top. Jouw spelers hebben gedurende het seizoen bewezen altijd rustig te blijven. Lukt dat ze, naar jouw idee, ook nog nu het einde van het seizoen nadert en de spanning oploopt? Ja, dat lukt. Uh, het is natuurlijk een, uh, een periode waarbij uh, de prijzen worden verdeeld. En uh, daar zullen we ons uh, uh, klaar in moeten maken. Uh, het is ook een. een uh, de jongens uh, voelen ook de druk, dat het normaal is, maar. Het is natuurlijk ook een hele mooie maand. En, en daar, uh, daar gaan we hard voor werken. En daar zijn we hard mee bezig nu op de trainingen. Maar zeker ook voor aankomende zondag tegen Utrecht. Het is helaas een vast onderdeel geworden van onze gesprekken op vrijdag. Maar we zijn natuurlijk weer benieuwd hoe het staat met de fitheid van je selectie. Te beginnen met Nicola Jurgensen. Hoe gaat het met hem? Mediuler gaat goed, uh, heeft vandaag uh, meegetraind. Uh, dus dat ziet er voor zondag uh, ziet dat er positief uit. Uh, er zijn natuurlijk een, uh, nog twee dagen te gaan, dus we moeten daarin nog afwachten. Maar hij heeft uh, deze week beduidend meer kunnen doen dan, dan vorige week. En dat, uh, dat is goed voor hem en goed voor ons. Karim El Amadi zagen we uitval in de slotfase in Zwolle. Hoe staat hij ervoor? Karim gaat goed, heeft uh, de afgelopen dagen, de laatste drie dagen eigenlijk meegetraind en uh, heeft, uh, heeft geen last meer van zijn uh, blessure. Dus die zal uh, zondag inzetbaar zijn. Voor Rick Karsdorp komt S Utrecht zeker te vroeg, toch? Ja, nou Rick, uh, die, die is niet uh, beschikbaar voor zondag. En uh, we, we hebben nog de uh, volgende week uh, kijken we aan of die uh, Vitesse kan, uh, kan halen. Verder Sven van Beek gisteren geopereerd. Ja, Sven is uh, succesvol geopereerd. Heeft natuurlijk een tijdje uh, staat al een tijdje langs de kant. En uh, heeft nu een uh, operatie ondergaan om, uh, om zijn herstel uh, ja, uh, in de versnelling te doen, uh, te doen raken. Dat ziet er goed uit. En uh, zal ook de komende weken uh, 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 aan zijn herstel blijven werken. Dan tegenens Congolo maakte afgelopen maandag zijn randtred bij Feyenoord 2 in de wedstrijd tegen Ado Den Haag 2. Lijkt hij minuten te kunnen gaan maken komende zondag. Nou, het is wel heel belangrijk dat hij er weer bij is. Hij uh, heeft natuurlijk uh, vijf weken uh, niet kunnen spelen. Hij uh, zat ook op de bank tegen Zwolle. Heeft, uh, maandag heeft hij een, een helftje gespeeld. heeft daar uh, geen enkele terugslag van gehad. heeft ook deze week voluit kunnen trainen. Dus ik ben blij dat ik uh, tennis weer tot mijn beschikking heb. Dan naar FC Utrecht. Staan vierde op dit moment in de Eredivisie. Is het daarmee ook de meest lastigste, lastigste hoorde om te nemen in de resterende duels voor jullie? Nou, dat is, uh, elke wedstrijd uh, is anders. En, uh, de belangrijkste is de volgende wedstrijd, dat is Utrecht. En wij moeten resultaat halen om, uh, om te blijven waar we, waar we nu staan. En dat zal uh, Utrecht een tegenstander waar we die heel goed in vorm is uh, en, en de laatste weken, maanden het gewoon heel goed doet. En uh, ook niet voor niks natuurlijk uh, vierde staat in de ranglijst. Dus dat is een tegenstander die het ons uh, moeilijk zal maken. Maar ja, we hebben natuurlijk één doel voor ogen en dat is uh, zondag te winnen. Je hoort trainers altijd zeggen als ze FC Utrecht treffen, dat is een tegenstander die dat lastig te bespelen is. Vind jij dat ook? Ja, het is natuurlijk een, een systeem wat je, uh, wat je niet vaak ziet in Nederland. En ze zijn op elkaar ingespeeld. Ze hebben daarin uh, vastigheid. Spelers die individuele kwaliteiten hebben om, uh, om een wedstrijd te beslissen. En dat maakt het gewoon een hele, hele lastige tegenstander.